Hallo, hallo. Dag 3 van de Vaderdagcadeautjes. En vandaag heb ik een soort langwerpig doosje voor jullie als creatie. En het is wat lastig om te laten zien, dus ik moet hem even neerzetten om het te kunnen laten zien. En dan vouwt hij natuurlijk nooit helemaal open. Maar dit is het idee. En dan zit daarin een bierflesje. Kan ook een wijnflesje. Maar ik heb een beetje een standaardmaat bierflesje genomen, want dan past de meeste formaatje wel in, want anders moet je namelijk de maat van het doosje een beetje aanpassen, denk ik. Maar, nou, ik ga eens laten zien hoe ik dat gemaakt heb. Wat heb je daarvoor nodig? En moet ik even zoeken. Dat is 2 velletjes kraft. De sticker. Een fastener. Mijn designpapier, maar dat ga ik straks even laten zien. We beginnen met het kraft. En daar snijden we een stuk uit van 18,3. Dus op de lange kant op 18,3 bij 18,3. Dit strook ik hem weg. En die leggen we even aan de kant. En dan snijden we hier nog een stuk uit van 5,9. Dus het stuk wat je overhoudt, over de korte kant leg je aan de bovenkant. Dan snij je hem op 5,9. Die leg je aan de kant. Dan pak je het andere vel en daar snij je ook in eerste instantie 3 stroken van 5,9 af. Nog een keer 5,9. En dan houden we als goed is een stuk van... Technisch gezien zou dit 12 moeten zijn, maar het wordt 11,8 zie ik. Nou, dan maak ik er maar 11,8 bij 11,8 van. Moet ik zo even kijken of mijn... Nou, daar ga ik zo even over nadenken of dat dan gaat lukken. Ik kan die weer ingevouwen. En dan, even kijken, waar hebben we die 4 stroken. Dan beginnen we met de... Oh, ik gooi een strook op de grond. De vraag is, waar zijn ze gebleven? Ik ga even op zoek voor jullie. Ah, hier. Die verdwenen op de grond. Zo. We beginnen met het stuk van 18,3 bij 18,3. En die rillen we op rondom op 6. Nee, 6,1. Sorry. Rillen we rondom op 6,1. Dit is wat stevige karton, dus je mag echt wel wat harder duwen. Die even de kant en dan knippen we hem in op de rillijnen. Doe ik maar even aan deze beide kanten. Dus op de rillijn inknippen tot aan de andere rillijn. En vaak knip ik dan even een klein hoekje weg. Zodat het straks wat makkelijker te vouwen is. Doe ik aan de andere kant ook. Dus op te rillen. En het is heel lastig te zien, denk ik, op de camera. Maar je knipt hem in op de rillijn tot aan de andere rillijn. En dan een klein hoekje weg. Zo, en dan gaan we alles omvouwen. Toch maar even mijn vouwbeen erbij. Met iets scherpere vouw. En een iets rechtere vouw ook. Want ik ga hier al helemaal scherp, zie je wel. Ook aan de andere kant. Zo. Deze.
midden. Ik plak hem even. Normaal doe ik het met tape, maar ik doe het nu even met mijn fijnpen. Oh, die het nogal erg goed doet, zie je wel. Even deze kant. Oh, ah, vergeet deze om te vouwen. Dan wil die niet zo goed. Zo. Dat is 1. Dat is 2. Nummer 3 eroverheen. Die gaat hem even meedrukken. Dan is dit het beginbakje. En daar heb ik stukjes designpapier, 4 stukjes bij. En die komen er dan zo op. Op die manier. En die zijn, ik zeg het maar, 5,8. Ja, ja, 5,8 bij 5,8. Wacht, doe ik even mijn andere. Kan ik iets beter mee doseren. Ik doe in deze lijmflesjes altijd... hoe heet dat? Dutch doekdoe lijm. Ik vind die grote fles van Dutch doekdoe super onhandig. Dus daar gebruik ik dan altijd gewoon de... daar vul ik deze flesjes mee. Dus ik giet de Dutch doekdoe lijm gewoon over. Vind ik gewoon... Ja, ik vind het makkelijker werken, maar goed. Hè? En normaal zou ik dit ook met plakband doen, maar gezien... De snelheid doe ik het maar even met lijm. Maar met plakband blijft het net voor mijn gevoel beter zitten. Maar het gaat even om het idee, want ik heb er natuurlijk al een gemaakt. Oh, niet te hard drukken. Dan kan dit pakje even aan de kant. En dan gaan we door met de stroken. En die ril ik op 6,2. Dus ik ril alle stroken op 6,2. Even omvouwen. Ik zal het even netjes doen. Zo. 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 Kijk, want die komen dan hierin. Deze manier. Dus dan plak ik aan deze kant ook designpapier. Of je dat aan de binnenkant ook wil, dat moet je zelf weten. Ik heb het bij mijn voorbeeld wel gedaan. Ja, dat is net wat je wil. Ik ga het bij deze niet doen. Maar je kan dus zowel aan de binnen, als die dan openflapt, dat je ook nog zeg maar designpapier doet. Ik doe het voor nu even alleen aan deze kant.
Zo. Dat is 1. Oh, ik vergeet volgens mij te zeggen wat formaat ik heb gebruikt. Dit is 5,6 bij 14,3. Dus de stroken designpapier zijn bij mij 5,6 bij 14,3. Oh, ik zit te knoeien. Zo. Een stukje tape hier aan de onderkant. Of tenminste net onder de rillijn. Oh. En dan kunnen we deze hierin gaan plakken. En doordat ik ze net een millimetertje langer heb aangehouden, kom je niet in de knoei met de rand van het bakje. Dus als het goed is, valt de rillijn precies boven de rand van het bakje. Zodat je niet straks, zoals ik bij mijn eerste, zeg maar, mijn voorbeeld voor jullie, dat hij niet goed opklapt. Ik hoop dat hij op deze manier, tenminste heb ik even uitgeprobeerd met een andere variant die ik gemaakt had voor een aanstaande papa. En daar waren we pas, dus die heb ik, eigenlijk de aanstaande mama. Ik heb uiteindelijk een flesje champagne gekocht en dat in een klein flesje. En die was net iets breder als bierflesje, dus ik heb de mate van het doosje iets aangepast, iets groter gemaakt. En daar dat champagneflesje in gedaan. Ik heb daar denk ik nog wel een foto of een filmpje van. Dus die zal ik anders nog eens op de groep zetten. Die is namelijk weer heel anders geworden. Even kijken. Even allemaal goed aandrukken. Zo, die kan even drogen. Zet ik even aan de kant. Want dan moeten we nog een dekseltje maken. En daarvan hebben we dus dat stukje van, niet 12 bij 12, want dan blijft er niet meer van over, maar 11,8. Dus dan ril ik hem rondom op, doe maar 2,8. Ik denk dat dat dan wel, even denken hoor. 11,8 min 2,8 is 9 en 9, ja. Ja, ik moest even rekenen. Ik sta niet meteen mijn sterkste kant. Dus het stukje van 11,8 bij 11,8 rillen we rondom op 2,8. En dan gaan we weer hetzelfde doen als bij het eerste bakje. Inknippen op de rillijn. Klein hoekje eruit. Vervelend hoekje. Dus 11,8 bij 11,8, ril op 2,8 en dan inknippen en een klein hoekje wegsnijden. Ook knippen bedoel ik. Zie je, ga ik gewoon scheef. Moet dit eigenlijk ook niet met zijn hand doen.
wil ik weer te snel. Zo. Zo wordt het beter. Zul ik nog wel een beetje recht in elkaar zitten. Anders past het dekseltje niet op het doosje. Oh, op ieder potje past een dekseltje. Maar ik wil ook graag dat het dekseltje op het doosje past. Kijken. Ja. Die nemen we dan ook maar. Even in elkaar. Zit hij netjes rechts? Ja. En de andere kant. Dan hebben we het dekseltje voor het doosje. Kijk, dan ga ik even meten. Als het goed is, moet hij daar precies overheen passen. Zo niet, dan heb ik er... Nee, kijk, past precies. Top. Dan heb ik hier ook nog designpapier voor. En dan heb ik twee stukjes van... lineaal kwijt. In de categorie, ik heb hem net in mijn hand. Oh ja. 5,8 bij 5,8. En dan heb ik nog stukjes voor op de zijkant. Van 2,5 bij ja, 5,9. Die plak ik eerst even op. Oh, ik zal het iets meer in beeld doen. Anders horen jullie maar kletsen dat ik van alles aan het doen ben, maar dan zie je het niet. Dan recht plakken. Daarom gebruik ik meestal toch tape. Dan blijft net iets beter zitten. Ja. Eigenwijs vandaag. Ik dacht, we doen het gewoon eens een keer met lijm. Kijk ik ondertussen eens even om me heen waar ik mijn fastener heb gelaten. Oh, het ligt hier naast me. Zo. Dat zijn de zijkantjes. En dan plak ik eerst het bovenkantje op. Zo. En dan maak ik ongeveer in het midden. Dus dat is 3,1 bij ongeveer... Nou, dit is ongeveer het midden, maak ik een gaatje. Dat doe ik altijd dus met een prikpennetje. Best dikke ton dus. Zo. Dan mijn vasten. Die gaat daar doorheen. Zo. Hier doe ik wel even een stukje tape overheen, want anders blijft het niet zo goed zitten. Waar is mijn begin? Hier. Zo. En dan kan het andere stukje designpapier van 5,8 bij 5,8 aan de binnenkant. Want dan
zit het uiteinde van de vastener weer verstopt. Zo. En dan is hij eigenlijk klaar. Jij, nee, dat lieg ik. Want ik heb nog een heel leuk stukje natuurlijk. Die we erop kunnen doen. Ik had nog een heel klein stukje kaasdoek over die doeken. Beetje onder. Kijk, daar heb ik nog een stukje foam tape ergens. Nou, straks wel, maar nu niet meer. Oh ja. Toch wel. Die heb ik hier. En ik heb nog wel een stukje kraft over. En dan maak ik met mijn... Oh, wat, ik heb al een klein stukje, denk ik. Pas straks, ja. Maak ik met mijn hoekbond van 1,5 inch. Even een rondje. En die heeft dan ongeveer een doorsnee van 3,7, 8. 4 kan ook, want daar plak ik dan het stikketje op. Beetje in het midden, zo. Tapeje op de achterkant. En die komt dan op het stukje kaasdoek. Dan doe ik daaronder een stukje foamtape. Zo. Komt het net iets meer naar voren, dat vind ik dan wel leuk. Oh, hier op schop plakken. Haha. Makken van een kaas doet het elkaar nog een beetje zo. Zal ik even dat andere bierflesje pakken? Gaat de andere verpakking op de grond. Kijk, en die kan er dan mooi zo in. Die omhoog. Dekseltje erop. Dan kan je hier natuurlijk nog een touwtje aan doen. Ik heb daar expres geen touwtje of lintje bij gedaan. Omdat het natuurlijk juist maar net wat voor een papier gebruikt wat er... mooi bij is. Dus ik heb er nu even niks aan. Maar dan is die er. Nou, kijk, hij valt nu perfect open. Dus dat is de verpakking voor het bier of het wijnflesje. En je kan dan dus eventueel nog deze binnenkanten openkleden als je dat wil. Dat is eigenlijk dezelfde maat als aan de buitenkant. Dus nou, dit was het cadeautje voor dag 3. Op naar de volgende. Tot, ik ben er weer dag 5. Dus tot binnenkort. Doei doei!